partij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Breda is de Volkspartij Breda. En Jamal El Khandouri is de lijsttrekker van die partij. Ja, nieuw gezicht dus, bekend. Ik weet het niet, ik verwacht haast van niet, maar je weet het natuurlijk nooit. En ja, ook nu weer de vraag erbij of er gestemd gaat worden 21 maart. Gemeenteraadsverkiezingen, ook in Breda. Als ik je deze foto laat zien, weet je dan wie dat is? Ik zou het niet weten, nee. Wow. Geen idee. Nee. Hij is ook van een nieuwe partij, de Volkspartij Breda. Jamal El Khandouri heet hij. En de Volkspartij Breda. Maar eigenlijk mijn belangrijkste vraag is, gaat u stemmen op 21 maart? Dat doen we sowieso. Ja. Ja. Dat weet ik nog niet. Waar ligt dat aan? Omdat ik nog niet weet op wie dat ik moet stemmen. Dus, daar kun je in verdiepen, hè? Of de stemwijzer doen. Stemwijzer, maar ik weet nog niet of ik ga stemmen. 21 maart ga ik niet stemmen, maar ik geef mijn stem aan, want dan ben ik op vakantie. Oh, okay. En dan ga ik wel mijn dochter machtigen om te gaan stemmen, want ik vind het wel heel belangrijk. Maar dan heb je ook geen invloed van wat er gebeurt in de stad. Nee. Nou, dat zien we dan wel weer. Ik lig daar niet zo wakker van. Je moet gewoon op iemand stemmen en dan die het vertrouwen geven voor de komende tijd. Dus dat ga ik zeker doen. Ja. Weet je dan ook al op welke partij? Nee, nog niet. Ik heb ergens katholieke angeltjes. En als ik twijfel, dan denk ik, nou, voorheen was dat de KVP. En nu is het, hoe heet die club? CDA, hè? CDA. Ja. En daar gaat dus meestal mijn stem heen. Maar waar moet een politieke partij aan voldoen om uw stem te krijgen voor de gemeenteraadsverkiezingen? Dat is een goeie. Omdat wij dorpsgezind zijn en wij hebben belangen in ons dorp, moeten wij eigenlijk op CDA stemmen. Ja? Niet dat ik CDA'er ben, maar ik ben een VVD'er. Wat moeten ze doen in Breda om jouw stem te krijgen? Nou, ik heb toevallig de stemwijzer ingevuld op Van Dagblad Stem, BN Stem. En dat kwam precies bij mijn partij uit. Dus dat klopte wat ik wilde doen. U kunt voor de gemeenteraad anders stemmen dan landelijk? Zonder meer. Ja. Heeft het ook nog iets te maken met wat ze voor de stad doen? Want ja, het zijn tenslotte de gemeentepolitiek. Dat ik het programma nog onder ogen krijg. Dat ik bewust een keuze kan maken. Hè? Vandaar. En u hebt ook nog geen keuze gemaakt, begrijp ik. Nee, maar ik denk dat ik automatisch mee ga. Het belangrijkste eigenlijk, ja, u gaat in ieder geval stemmen. Zonder meer. En ik neem mijn vrouw mee. Ja. En die gaat ook, hè? Ja, ik ga ook, ja. Succes, hè? Ja, de bedoeling is dat we een filmpje maken, dat we de mensen, dus jullie, alle Breda'ers, meenemen in ons verhaal. Jamal, en wat gaan we doen? Het is vandaag echt heel erg leuk, wat heel goed is voor de stad. Dus als dan de Volkspartij Breda ligt, dan gaan we ook echt veel bezig zijn in het centrum, voor de toeristen, voor de ondernemers vooral, en mensen uitnodigen om mee te doen. We gaan nu naar de HEMA, waar ik lekker rustig mijn kop op heb. Oké, ik doe met je mee. Als het gaat om de thema's van de Volkspartij van Breda, dan moet je denken aan de veiligheid en leefbaarheid. Bijvoorbeeld wat toch echt een heel serieus probleem aan het worden is. En dat is dat mensen te hard rijden in de wijken waar de jongeren spelen. Wijk en ontwikkeling, dan denk ik, dat denken wij als Volkspartij, vooral aan ondernemerschap. Laat mensen ondernemen. Maak niet te veel regels. Vooral niet als mensen vanuit thuis willen ondernemen. Vanuit hun wijk, vanuit hun buurten. Met de gemeenschap samen stappen nemen om een verschil te maken voor hunzelf, maar ook voor de wijk. We zijn geen traditionele politici. Wat we wel doen is een maatschappelijke verandering creëren. En dat doen we met u. En daarom bent u ook echt altijd welkom om aan te sluiten bij een 4-uurtje tussen 4 en 6. Op de vrijdagen dan vooral. Eventueel om 12 uur op vrijdag, dat we gewoon even een kop koffie doen.